We zijn weer in het buitenland bij een trampolinepark en dat kan twee dingen betekenen. Of we gaan het beste park ooit vinden, of we gaan het slechtste park ooit vinden. Het zit er eigenlijk nooit heel erg tussenin. Vandaag zijn we in Jumpyard in... ergens in Zweden. Ik ga testen samen met Tim. Christianstad, zo heet het hier. Christianstad zijn wij. Zijn hier met een reden in Zweden, maar dat komt later wel. Eerst park testen. We komen binnenlopen en ik had online wat foto's gezien van dit park. Maar nu we binnenkomen lopen zie ik dat het park veel groter is en veel meer heeft dan we hadden verwacht. En het belangrijkste wat ze hier hebben is dit ding. Dit is een kabelbaan over het plafond. En ik ga niet zeggen dat we het in Ede erbij krijgen, maar misschien krijgen we het in Ede erbij. Dus we willen hem even hier testen om te kijken of we misschien nog aanpassingen moeten maken voor het misschien kabelbaan wat we ooit in Ede gaan krijgen. Dus, het is vandaag tijd om dit trampolinepark te raten. Ik heb van heel veel Jumpyard zo kleine dingetjes gestolen voor mijn eigen trampolinepark. Vandaag doen we dat misschien weer, maar we gaan kijken wat we nog meer kunnen vinden wat wij mee willen nemen naar Nederland. Het werkt al goed, dus laten we als eerst even een normale trampoline area gaan testen. Waar zou iets hebben wat ik ook heel graag wil. Maar Boas, je kan dus via een andere manier ook hier dit park op. Oh, laat jij maar zien. Deze mag je ook best jatten, Boas. Heel eerlijk, ik vind het echt vet om te doen. We hebben natuurlijk ook gewoon een bovenverdieping. Een klein beetje naar beneden. Niet heel goed gelijk klinkt het. Ik voel hem gewoon vanaf hier helemaal er doorheen. Het is een beetje statisch. Het is wel vet, alleen ze moeten hem even aarden. En dit is dus het trampolinepark wat we gaan testen. Gemaakt door dezelfde maker als mijn trampolinepark. Oké, we beginnen als eerste met de normale spring area. Hij is niet heel speciaal, want ze hebben alleen maar vierkante trampolines. Maar het leuke is dat ze dubbele blokken hebben. Dus ze kunnen de challenges zoals deze. Dit is echt leuk. In Nederland heb je bijna nergens twee blokken achter elkaar. Dat wil ik ook. En mooi is, je kan gewoon zo'n padding eruit halen en een blok erop zetten. Dus ik ga vragen dat het in Nederland ook kan. En door. Best moeilijk met mijn korte beentjes. Ik heb altijd, als ik in Zweden ben, Zweden heeft gewoon echt de beste parken van Europa. Dat ik gewoon elke keer weer het leuk vind om te springen als ik hier ben. Deze area is niet heel boeiend, want je hebt niet heel verschillende trampolines, geen schuine trampolines en weet ik wat. Maar deze blokken maken het voor freerunners zijnde echt veel leuk. Dus 1 op 5 sterren in 3, 2, 1, 4 en een 3,5. Als ze nog even wat meer diversiteit erin hadden gedaan, was het 5 geweest. Dit wil ik ook in Nederland. Deze gaan we meenemen. Op naar de volgende. Er zijn een aantal dingen die we gaan skippen omdat ze gewoon niet boeiend zijn, zoals de basketball area. En dit knoppenspel, want ja, ik vind het niet leuk en we hoeven het ook niet voor de 100.000 keer te proberen. Wat we nu hebben is de foam pit. Oh, en de foam pit bestaat hier uit een soort dobbelsteenblokken. Ook deze. En dit zijn zeg maar als je vroeger die trefbal op school had, die best wel hard aankomt. Ja, komt hard aan. Maar dit zijn een soort foamblokken die wat beter blijven. Deze gaan minder snel in stukjes. En ik vind ze er ook wel leuk uitzien, dus ik zou deze ook wel willen. Alleen, jullie weten het ook, een foamblok kost ongeveer al 2 euro. Dus ik denk dat deze 3 euro zijn. Ik ga even uitrekenen, 10.000 blokken in een bak. 10.000 euro. Zo, en daar kan je heel veel broodjes dunner van eten. 3, 2, 1. Zo! Oh. Ah. Ik was heel bak. Het is wel zacht. Er zit wel een trampoline onder, want je ziet de hele ding bewegen. Zal ik jou eens... Nee, ik ga het je niet vertellen trouwens. Doe maar. Dat ga je me niet vertellen. Het voelt als sommige alsof ze nat zijn. Omdat het zo is en lijkt net alsof ze een blok opgepist is. Ga maar. Ik hoorde dus alleen maar het woord pis. Doe maar, dan snap je wat ik bedoel. Oh. Nou, zo, die schuren gek. Nog even iets verder. Het voelt alsof ze nat zijn. Nee, jij bent gewoon nat, denk ik hoor. Ik vind ze niet nat voelen. Nat? Jij bent gewoon aan het... Oh nee, hier voelt een blok nat inderdaad. Ja. Dat er een soort van olielaag op zit of zo. Nee, maar in het algemeen. Ik weet nou niet of ik deze blok heel nice vind. Want ik vind ze wel, als je dit doet, best wel schuren over je been. Je moet je voelen. Ja. Ja, schuurt meer dan die blokken die ik heb volgens mij. Ja. Tim heeft een gaaf idee, zegt hij. Dan ga ik eruit gestuurd worden gelijk. Het lijkt me weer alsof ik het heb geregeld dat we zeg maar buiten opening dit kunnen doen. Dat is dus niet zo. Er is gewoon niemand hier. Het is een schooldag, het is maandag en er is gewoon helemaal niemand. Dus het ding is wel dat ze zeg maar op ons letten. Dus Tim. Ga filmen, we gaan nu. Ja, doe. Doe. Hoppatee. Hey. Pluim. Pluim. En niemand zag het, dus dat is mooi. Oh. Zo, hij is wel goed gek. Ja, hij is echt kapot goed. Ja, wow, yo. Hij is heel... Zo, we hebben een smoel uit die stofblok. Hij is heel hard, waardoor hij heel hard veert. Wel echt leuk. Ja, beter dan ik had gedacht. Cijfers in 3, 2, 1, 4 en een 4. Hier achter mij zijn super trampolines, maar die skippen we nog even, want die ga ik jullie zo laten zien. Hier hebben wij in de hoek weggestopt een twister. Dit is zo'n pizzapunt twister. Oh, maar dit is wel een goede pizzapunt twister. Ja, deze is wel goed. Maar waar is de twister?
De twister zelf is wel leuk. Ook met die afgehakte hoeken. Dat zorgt ervoor dat zeg maar, de twister helemaal langs de rand gaat. Dat je hem niet kan skippen. En dat kan bij mij wel. Dus dat vind ik heel erg vet. Ja, alleen hij mist wel zeg maar dingen die draaien. Dus dat niet uit veiligheid nu eventjes eraf gehaald? Dan moet je doen alsof. Doe maar. Het even proberen. Ja, is goed. Kijk, hij komt vanaf die kant nu. Tim, eerst de lagen. Ja, oké. Okay. Oh, en de lagen. En nu de hoge. De hoge, de hoge. Ah, okay. En dan komt de lagen weer. De lagen weer. Oh, nee. Oh, hij is nog wel ver, joh. Oh, shit. Ja, het werkt wel goed, joh, dat ja. 1, 3, 2, 1, 5! Oh, nee, ook niet. Nee, maar het is wel, hij is mooi, maar hij werkt van het niet. Op naar de supertrampolines. Het valt je misschien wel op dat, zeg maar, de supertrampolines geen belichting hebben. Maar ook echt niet, gewoon. Nee, helemaal niks. Ja, daar hangt één lampje. Maar daar hebben we wat voor. 1, 2... Hoppadee. Ja, dan zien zij het, maar wij zien nog steeds helemaal geen scheid als het springt. Maar ik denk dus wel dat we die luchtzak kunnen raken, dus dat wil ik even proberen. Oh, yo, trouwens, kijk dit, hoe hoog die muur is. Kijk, als je zo... Holy shit! Ik vind dit wel heel leuk. Deze zijn trouwens goed, moet je eens op springen. Voel je dat? Ze zijn heel soort zacht, maar wel goed. Ik ben wel echt bang dat ik mijn rug breek in mijn en dit is dus hetzelfde merk supertrampoline als dat ik heb. Je hebt Max Air trampolines en je hebt KS trampolines. En KS is waar ze tegenwoordig mee werken omdat Max Air altijd een beetje hoofdpijn is. Bij mij vind ik ze helemaal niet zo heel goed, maar deze veert echt wel heel erg goed. Kan het nog wel. Ja. Spring is hard en kijk eens of je hoofd tegen die aan kan stoten. Ja, dat kan wel degelijk. Dat is echt niet hoog. Ja. Trampolines zijn wel goed. De hoogte met die verschillende blokken is super leuk. Veiligheid? Discutabel. Ik ga ook gewoon niet hoog. Sick. Nog één keer. Oh. Oh. Hi. Ik heb mijn enkel precies ertussen. Is al vet. Het is wel oprecht een hele leuke ruimte. Het is dat de hoogte niet helemaal goed is en de belichting niet goed is. Maar de ruimte zelf is echt wel heel erg leuk. Ze hadden alleen deze twee paddings dik moeten hebben. Dat je vanuit daar echt wel salters hierheen kan. Cijfer. In 3, 2, 1. Nee, 3. 3? Ja, ik geef hem wel 4. Ik vind hem echt wel leuk. Ze missen alleen wel die grote joekel. Nee, ik geef hem een 3 omdat ik hier wel echt problemen in zie voor mensen die het niet zo goed kunnen. Oh ja, en de veiligheid. Ja, ik geef het eigenlijk ook wel een 3. Yo kijkers, welkom bij deze nieuwe Minecraft Survival. Vandaag hebben wij een blokkenbak die voor 2 trampolines heel groot blokkenbak is geworden in het leven. En niet heel veel wordt gebruikt denk ik. Laat even zien. Wil jij maar niet zo hard slaan alsjeblieft. Vind ik niet fijn. Ik heb van je nek af. Auw! Hey, hey. Zo, dit was veel harder dan verwacht. Oké, okay, ik kan wel. Oh. Wat de patee! Ja, ik vind dit nooit zo heel leuk eigenlijk. Ja, maar als je iets heel duidelijk aan het oefenen bent van hey, ik wil echt nu... waarom ben ik allemaal woorden kwijt? Doe het in het zweet. Attack on die alla tobacca! Ja? Oh nee, godver. Moet wel goed uitkomen hier. Ja, ik laat het echt aan jou over. Ik vind dit echt niet leuk gewoon. Ik ben echt niet van deze trampoline. Want ze hebben aan het einde schuin aflopen, weet je nooit hoe die bounce gaat zijn. En als je maar zo'n enkele trampoline hebt waar je van een blok afspringt, dan heb je maar één keer een bounce. Maar hier kan je op meerdere punten dat je springt scheef gaan. Dat vind ik niet fijn. Tim wel. Double backie. Ja, ja, easy Gimma. Oh, dat is wel leuk hoor. Het zag er volgens mij niet uit wat ik deed. Ja, het was best netjes hoor. Okay. Ik ben nog wel steeds een turnmeisje, diep van binnen. Ja, ben ik. Maar geen meisje. Ik wil graag aangesproken met... Hey. Oké, okay, hi. Want ik heb een hi paal in mijn broek. Kan deze nou alsjeblieft in blijven? Ja, deze wil ik erin houden. Deze wil ik erin houden. Ja, hou maar in. En we geven cijfers. 3, 2, 1, 3. 2,5. Gewoon omdat ik het niet boeiend vind. Op zich, de uitvoering is prima, maar ik vind het gewoon niet leuk. Doe ik niet in mijn pak. We hebben hier nog wat areas die wij ook hebben en die misschien niet zo heel erg speciaal zijn. We hebben lange trampoline en die veert gewoon wel vrij normaal. Voor lange trampoline. Daar is niet zo heel veel bijzonders mee, dus je hoeft ook niet los te gaan raten. De Valo. Nog steeds iets waar ik jaloers op ben, maar ik vind het zonde om het geld eraan uit te geven. Ze hebben hier van die mokergrote schermen met van die iPads aan de zijkant. Kijk, kijk hoe mokergroot deze tv is. Dit is echt zoveel mooier dan dat wij hebben. Wij hebben, denk ik, een tv van zo groot of zo. Die zit helemaal in een kast weggewerkt. Vind je dit veel mooier met zo'n mooie paal erbij? Zou ik graag willen, kost alleen... Gozer! Gozer! Ga eens weg van mijn tv, man! Hé hey joh, ik wil even een review maken, joh. Laten we maar mee stoppen dan met gek doen, voordat we de uitwording die het voor het park hebben getest. Eén testje doen.
Oh, deze zijn goed. Wat doe je met goed? Want ik hou niet van agressiviteit. Dreigende beweging disqualificeert. Dus stel, jij staat hier tegen mij en jij doet één keer dit. Oh, oh. Maar je doet het niet echt, word je gedisqualificeerd. Nee. Okay, ja, we staan onder de regels van de EBU sinds kort. Echt super gek, joh. Oh, maar je gaat echt... Oh! Nou, ik kan je vertellen, ze doen gewoon pijn hoor. Ja, maar er zit geen stok in, dus het doet niet takken veel pijn. Nee, dat je per ongeluk die stok krijgt. Dan takken veel pijn. Nou, deze, even kijken, is die moeilijk? Nee, of niet. Deze draait niet. Ze draaien wel moeilijk, moet ik heel eerlijk zeggen. Laten we deze drie areas in één raten. Dus de lange trampoline, de valo en deze. Ja. In 3, 2, 1. Waarom een 2? Nou, omdat de twee dezelfde zijn. Dus daarom een 2. Ja, maar dan kan je spelletje tegen het, elkaar spelen bij de deze vader. Ook. En deze draait niet. En die lange is saai. Maar wel doet het goed. Het moet er wel zijn. Ja, dus daarom een 2 voor de lange trampoline. Geef ik een 4, gemiddeld een 3. Vandaag! Oh, schrik me dood. Vandaag doen we een video. Kies niet de verkeerde knop. Okay. Klik er één aan. Je hebt al geklikt op groen. Oh. Rood. Oh, hij gaat al. Ah, maar jij nog maar... Oké. Okay. Oh! We doen het ninja parcours trouwens. God. Ja, nu ben ik afboek terug eigenlijk. Welke had jij gedaan? Rood. Rood, welke is dat? Dat is de bovenste. Wow. Oh mijn god. Bro, deze ninja wall is echt onmogelijk. Oh. Oh. Heeft hij een mooi fijn randje? Nee, hij is plat. Geloof mij dat dit spannend is. Dat geloof ik wel. Ik kies lekker de oranje knop. Ik ga hem nu ook doen, maar wel op één niveau lager. Want ik ben een stuk top. Mag ik met mijn voeten de grond aanraken of niet? Nou, dat doe je eigenlijk al, dus ik denk het wel. Dat is vermoeiend, hè? Zo. We zijn ook een beetje oud en ietsjes dikker geworden, dus dat maakt het allemaal niet makkelijk. Oh. Zo. Heb ik gewonnen? Wat denk je dat je tijd is? 34. Nee, langer. Langer? Ja. 42. Korter. 40. 41,3. Ging niet heel slecht. Ik had wel de pussy run. Ik deed bijna hetzelfde als wat jij deed, alleen het laatste was anders. Ja, ik vond wel vet, maar als wij het er al moeilijk mee hebben, als mega atletische sterke jongens, die iedereen heel sexy vindt, dan is het voor andere mensen niet te doen. Nee, en helemaal niet voor kids. Nee, dus het is pijn allemaal. Als... Die laatste, dat hekten ding doet pijn. Dat ja, net. Maar kijk, we zijn ook geen watjes toch, dus... 3, 2, 1, 3, 4. Nee, ik geef 4 omdat ik dit zelf heel vet vind, dus het is ook heel persoonsgebonden. Ja, ik vind het ook wel heel vet, alleen... En het is te moeilijk, zelfs voor ons. Maar ik vind de knoppen wel vet. Dus eigenlijk moet ik misschien ook een 4 geven dan. Eigenlijk is het wel vet. Moet gewoon maar de ene knop werkt niet, toch? Dus dan kan je die punt er alweer afhalen. Kijk, dat is eigenlijk een meuken goed idee, hè, Tim? Oh, zo. We zijn in het vrierenpark, maar alles is hier vrij zacht. Maar kijk, deze kan je tussen trampolines zetten. Het stelt alleen niet heel veel voor. Je hebt zeg maar hier een airtrack. Je hebt wat losse blokken staan. En hier een heel donker hoekje met een heel stevig barconstructie. Waar je dus ook heel makkelijk aan kan zwaaien. Als ik er al niet aan kan hangen, dan is het niet heel goed. Weet je wat we wel kunnen doen? Ik weet niet of dit de bedoeling is. Ja, oh mijn god, Boas. Jouw hand deed dit, ik schrok me dood. Ja, ik deed het wel een soort van expert. Maar ik vond het wel een beetje spannend, moet je eerlijk zeggen. Zo, dan kreeg je zo'n adrenaline kick dat je moet blijven bewegen. Wacht, hey. Oh shit. We waren nog niet ready, nog een keertje. Oh, heel netjes. Hij is wel spannend, maar wel creatief en leuk. En dat kan dus met een vrierenpark. Heerlijk. Eigenlijk, als je het hier goed beter uitdenkt, is dit echt wel leuk om erbij te hebben. Ja, dit hebben ze gewoon vanuit eigen idee gedaan en niet een echte freerunner voor ingehuurd. Want dan had je echt wel wat beter gehad. Nu compleet. Ja, kijk, weet je, het ding is, het is een speelpark. Dus je moet ook alles heel zacht maken. Dus deze vloer. Zeg maar, het is een freerunpark voor op je sokken. Het is meer klim- en klauterpark. Het is wel leuk, maar... Leuk dat het erbij is, toch? 3, 2, 1... 3 en een 2. Ja. Ze hebben hier niet één, maar 2 voetbalkooien. En dit is de eerste. En die kan je dus boterkaas en eieren spelen met voetbal. Dus... Okay. En nu ben jij. Oh, dat was niet die ik wilde. Tim, oh. Wat ben je voor voetbal? Zo. Ja, waar kan ik nu? Kijk, kijk eens linksonder. Had ik niet gezien. Mis! Oh. Mis! Hey! Huh? Ik mocht nog een keer!
Als hij niet telt, mag je nog een keer. Ik heb gewonnen, dankjewel. Godver. Eerlijk, het is wel leuk. Het enige ding is dat je best wel een grote ruimte hebt voor maar twee personen. Maar ik kan het beter dan ik had gedacht. Ik won. Ja, omdat het eigen doelpunt was, maar anders had ik hem. En ze hebben weer ook nog het reguliere voetbalveld, waardoor ik, twee puntjes, in mijn park nu ook een voetbalveld heb. Want de vorige keer dat ik in Zweden was, hebben we dit echt uren gedaan. En daarom hebben we nu ook een voetbalveld. Dus deze geef ik sowieso een 5 sterren. Ja, ik 4, maar dat komt alleen maar omdat ik voetbal niet zo leuk vind. Niet zo goed ben in voetbal bedoel je? Hallo, ik raakte alles hè net. En dan denk je, we hebben alles gehad wat mogelijk is in een trampolinepark. Maar ze hebben hier twee dingen die wij niet in Nederland hebben. Een van deze dingen zie je hierboven. Dat is de Skyride. Ik zeg niet dat wij hem binnenkort krijgen, maar misschien krijgen we hem binnenkort. Dus vergeet het niet alvast in je agenda te zetten om naar Jump XL Ede te gaan. Maar ook hebben ze dit. De Klim and Climb. Dit is meer de Buck and Duck, denk ik, voor ons. Maar dat maakt niet uit. Ze hebben een soort klimparcours, dus dat gaan we doen. We staan nu bij het begin en het is een race. Het zijn twee mensen die tegen elkaar kunnen. Dus Timo, tel af en dan gaan wij tegen 3, 2, 1, go! Ja! Oh ja, hier zien we alleen nog even niks. Die zitten ze naar buiten komen samen. Wie komt als eerste uit? Tim komt er als eerste uit. Door de blauwe bal heen. Dan gaat hij eens helemaal gek onder de blokken door. Het is eigenlijk gemaakt voor kinderen, maar hij redt het gewoon. En Tim is aan het eind. Oh, hier zit een muur. Oh, en dus hij gaat ook weer terug. Ja, Boas ondertussen, die loopt een beetje achter, maar hij doet wel zijn best. Tim die gaat er als een raket, jongen. Die is niet te stoppen. Gaat hier over de blok heen. Kruipen. Hop, als een aapje door die rare slingerdingen. En dan heb je als laatste nog een bal. Oh, daar komt hij. Maar wie is er eerder? Misschien is Boas er. Nee! Ah, ben ik toch niet zo oud, hè? Nee, maar kom dat je net zo groot bent als een 14-jarige. Heel eerlijk, het is best lachen eigenlijk. 3, 2, 1. Ik twijfel tussen een 4 en een 3, maar omdat jij 4 zegt, zeg ik 3. 4. En nu als allerlaatste, de Skyride. We hebben ons pakje aan. Hij knijpt weer af. Ja, dit is vervelend, hè? Nou, ik vind deze vooral vervelend, daar zo. Als mijn bal er tussen gezeten had, had ik allemaal een mutatie aan jou kwijt geweest. Mij, alsof ik die kinderen. Gem eerst. Oh, oh mijn god. Zo, dit is leefst gevaarlijk. Oh. Dat gaat best hard, hoor, dit. Holy shit. Wee. Oei, yo. Oh, draai. Ja. Was leuk? Ja, was top. Maar zo kort, hè? Ja, maar het heeft wel lekker tempo erin. Lekker tempo. Ja. Zo, je zou maar een gemotoriseerde variant hiervan hebben. Dat zou vet zijn. Als iemand dat zou hebben. Dit blijft altijd een soort spanning van zit je goed vast, ja of nee. Oei! Oh, ik ga best wel hard. Au, au. Yeah. Ik ga het spullen. Oh, hij gaat inderdaad best wel hard. Flinke snelheid heeft hij, hard, maar wel kort. Ja, hij is wel echt heel kort. Eigenlijk wil je 3 keer dit. En we zijn weer buiten. Als eerste de rating voor de kabelbaan. Iets wat we in Nederland nog niet hebben. In 3, 2, 1. Draai. Ik 4, want ik vind echt een vet iets. Ja. En je hoeft er geen trampolines voor op te offeren. Waarom 3? Omdat die kort was, wel snel. Ja, maar de 2 punten eraf omdat die kort was. Ja, en het tuigje zat. Een kabelbaan vind ik echt heel vet en ik heb het al in de video een paar keer gezegd, maar wij krijgen er ook een in Ede, dus zet alvast in je agenda. In de zomervakantie zit hij er waarschijnlijk al in, dus zorg ervoor dat jij minimaal 1 keer naar Ede gaat in de zomervakantie. Totale cijfer van het park in 3, 2, 1. 3,5, 4 zit ik een beetje te twijfelen. Ja, ik geef wel een volle 4, want deze is echt veel te doen. Schouder muur was leuk, de kwaliteit was goed. Heel eerlijk, voor een buitenlands park, Zweden, verrast me elke keer weer. Jullie zijn heel goed. Laat me weten waar ik nog meer parken moet gaan testen. Welk land of welk park bij jou in de buurt. En dan ga ik dat misschien wel doen. Tot de volgende video. Later.